Je wilt niet weten wat ik allemaal schrap. Ik schrap vooral. Ja, als ik jou zo hoor, zeg maar, dat waar het tussen je vooral om gaat, je put niet voor je uit, zeg maar, uit die specifieke mensen, maar je put uit de vaardigheid die je daar hebt opgedaan, die je nu nog gebruikt. Ja, en je eigen sociale vaardigheid die je daar hebt opgedaan, die gebruik je niet meer. Daar gaat het vooral om. Ja, en om de ontzettende grote, kleurrijke diversiteit van mensen. Ook al kunnen ze niet zo goed hun emoties uit, of hebben ze niet zo, kunnen ze niet zo makkelijk praten. Weet je, de meeste personages uit mijn liedjes, die kunnen ook niet heel makkelijk uit hun woorden komen. Of kunnen ook, maar die hebben het wel. Die hebben natuurlijk ook gewoon complexe gevoelens. En, ja. Maar het trachten, die proberen dat wel uit te leggen. Nou, ik weet niet, ik vind het allemaal muziek. Als mensen praten, hoor ik vooral de muziek. Een geschreven tekst is alleen maar geschreven tekst, maar als je praat, dan nou, heb ik al vaker misschien gezegd dat de pauzes tussen de liedje, tussen de woorden, de pauzes en waarom je iets zegt en waarom je twijfelt, dat is allemaal muziek, is allemaal informatie. Daar ben ik gewoon gevoelig voor. Dit is gewoon wat ik mooi vind. Heb jij, je zei van, nou, je hebt op een gegeven moment dat begonnen bij het thema van die liefde, die ja, de liefde, verliefd zijn op de liefde die vrouw die om je heen zweeft. Toen heb je, zeg maar, daar ben je toen, maar het thema zaten er al in de nummers, toen ben je er naartoe gaan schrijven. Ja. Hoe gaat dat? Ja, dat weet ik niet. Dat gaat op de tast. Je vraagt aan mij, zo'n creatief proces, hoe werkt dat nou? Nee, maar ik bedoel, weet ik veel. Nee, maar het gaat niet, wat ik meer bedoel is, zeg maar, nou, kijk. Jij pakt een bepaalde nummers pak je aan, dan ga je mee aan de slag. Ja. Dat ga je dan uitwerken. Ik begrijp waar jij heen wil. Nee, goed, wat ik wilde vragen is, werken dan met het oude idee van dat je regels hebt opgeschreven, wat mensen zeggen, die zoek je erbij, of ga je in de sfeer zitten? Ik ga in de sfeer zitten en alles wat ik kan gebruiken. Dat probeer ik zo te richten dat het die sfeer geeft, zonder te veel te verraden. Want het begint vaak met, je wilt niet weten wat ik allemaal schrap. Ik schrap vooral. Ik schrap omdat het te duidelijk is of te grappig. Dat is ook wel gevaarlijk, dat het te anekdotisch is. Want als ik een grappige regel opschrijf of leuk gevonden of zo, dan weet ik meteen, oh, dat wordt gequote, dat, oh, lachen, oh, die, weet je wel. Maar dat is niet wat ik wil zeggen. Ik ben geen cabaretier, ik wil iets zeggen wat ik mooi vind. En dan kan die humor heel goed tegen je werken namelijk. Want dan, voordat je het weet, gaan mensen alleen maar letten op de leuk gevonden regeltjes. En daar zit ik niet op te wachten. En dat is kleinkunst en dat wil ik niet. Ik wil iets in de Franse popmuziek, de teksten die ik maak, als je die in het Frans zou vertalen en in Frankrijk zou laten horen, zou niemand zich daarover verbazen. Want Franse liedjes, die zijn zo. Dat is in Franse muziek, wordt ook gewoon geschilderd met woorden en zinnetjes en beelden. En dat voel je. Je hoeft niet alles te weten. Je weet wel wat hij bedoelt of niet. Maakt niet uit. En wij in Nederland kennen niet die traditie. Bij ons moet het allemaal erg duidelijk zijn. Zoals ik, zeg maar, wil vragen. Jij wil weten waarom dit en waarom dat en waarom dat. En ik wil graag, ik moet het geheim bewaken. Weet je, ik moet juist zeggen dat het daar niet om gaat. En ik wil niet in zwijgen. Ik wil een beetje praten, maar ik wil dat niet vertellen. En dat blijft het terugkerend probleem. Ik wil er wel over praten, maar ik wil het niet kapot maken. Ja. En op het moment dat ik... jij vraagt, hoe werkt dat dan? Of wat bedoel je daarmee? Ik weet wat ik ermee bedoel, maar als ik het zeg, maak ik het kapot. Ja, het is net als met die kat in die kist, weet je wel. Als je kijkt, dan is die dood of levend. Ja. Maar zolang die erin blijft zitten en je de kist niet openmaakt, is die en dood en levend. En dat is met teksten precies hetzelfde. Heel goed nieuws. De tijd waar we nu in leven. Boeiend, fascinerend, minder fascinerend? Ik ben geen doemdenker. Er komt een grote verandering aan. Dat voel je wel. Alles is zwanger van grote omwentelingen. Maar ik probeer dat niet in negatieve zin van, oh, niet meer. Ik probeer het te zeggen, zet je schrap.
Zet je schrap. Er gaat van alles gebeuren, gaat van alles veranderen. Maar dat is heel goed nieuws. Je moet je alleen... zet je schrap. En niemand weet wat het gaat brengen. Maar ik heb zeker... ik heb vertrouwen in de nieuwe generatie. Ik vind dat hele leuke mensen. En ik heb vertrouwen in het gezond verstand van de mensen. En... er is altijd honger naar oorlog. Mensen hebben dat nodig, nou eenmaal. En daar ben ik natuurlijk heel bezorgd om, vanwege mijn kinderen natuurlijk. Want de tijd waarin ik heb geleefd, 60, 87, 90, dat is dus in Europa een soort paradijs was het. Zonder oorlog, in Joegoslavië dan wel, dat was bepaald geen paradijs. Maar de kans is groot dat onze kinderen het minder in minder mooie wereld gaan leven. Maar het is wel... daar ben ik bezorgd om. Maar meer van... Maar het kan ook... Het kan ook goed open. Dat het verandert is een feit. Ja. Alleen maar zet je schrap. Geloof je die Maya's dan, 2012? Nee.